Goedemiddag. Deze presentatie gaat over de koffiemodule. Een module die ik ooit gemaakt heb. Ik ben Michael Mol. Mijn bedrijf heet Minter. Ik doe voornamelijk freelance werkzaamheden bij andere bedrijven. Op Twitter, online ben ik beschikbaar als Michael Mol. De koffiemodule is ooit ontstaan uit frustratie toen ik nog met Drupal 6 werkte. En in Drupal 6 wist ik ongeveer alle configuratiepagina's wist ik te vinden via de adresbalk. En dat zullen een aantal wel kennen. Toen Drupal 7 uitkwam, inmiddels, wat is het, 4 jaar terug, toen hebben ze de URL-structuur omgegooid. Dus het clearen van de cache via de configuratiepagina was ineens op een andere pagina beschikbaar. Nou, in die tijd begon ik ook op een Mac te werken en raakte ik al snel bekend met de applicatie Alfred. En de Alfred-applicatie is een applicatie die door middel van een toetsencombinatie kon je zoeken naar applicaties, bestanden enzovoort. En toen dacht ik van, nou, dat is misschien wel een leuke manier om dat binnen Drupal ook te doen. En zo is mijn eerste module ontstaan. Die heb ik koffie genoemd, omdat ik vind koffie vrij lekker en dat drink ik vrij veel. En de URL was ook nog beschikbaar, dus zo kwam die combinatie tot koffie. De toetsencombinatie is Alt-D. Als je de module geïnstalleerd hebt, dan kun je op Alt-D drukken, krijg je een schermpje voor je. En dan kun je gaan zoeken naar bepaalde pagina's binnen je Drupal-site. Inmiddels heeft de koffiemodule ongeveer 9500 installs gerapporteerd op drupal.org. Dat is eigenlijk veel meer dan ik ooit had kunnen verwachten. De Drupal 7 versie die wordt het meest onderhouden, is ook stabiel. De Drupal 6 versie is er ook, wordt nauwelijks onderhouden. Omdat daar gewoon weinig bugs op ingeschoten worden, weinig feature requests op ingeschoten. En de Drupal 8 versie is in ontwikkeling en is heel erg afhankelijk van de ontwikkeling van de Drupal 8 API. Ik ben inderdaad bezig om ook voor Drupal 8 de koffiemodule werkend te krijgen. Oké, de demo, want dat is eigenlijk vanzelfsprekend. De koffiemodule is hier al geïnstalleerd. Ik druk op Alt-D, dan krijg ik een scherm voor me. En als ik dan bijvoorbeeld naar de performance pagina wil, dan kan ik door middel van mijn pijltjestoetsen kan ik naar de performance pagina gaan. En kom ik op de performance pagina. Ik heb dus niet per se een muis nodig om binnen Drupal te navigeren. Als ik naar de recent log messages wil, ook prima. Dankjewel. Dat betekent dat je gewoon binnen de Drupal-omgeving veel sneller kan navigeren. Door middel van keywords kun je dus zoeken naar bepaalde pagina's. Zoals ik naar configuratie wil, dan kan ik naar de configuratiepagina. Het is zo opgezet dat andere modules erop in kunnen haken, eigen commando's kunnen toevoegen. Standaard zit dubbele punt add zit erin voor de node-add pagina's. De front, de frontpage. En andere modules die kunnen dit dus erop inhaken door de hoek
koffiecommands te gebruiken, waarin je een array returnt in je module met een value van het pad dat aangeroepen moet worden, de label die getoond moet worden en het commando dat ervoor gebruikt moet worden. Ja. Ik heb deze geïmplementeerd voor de cache clear. Die callback die roept cache clear all aan. En vervolgens is mijn cache gecleared. Ik weet dat Commerce heeft een aantal coffee commands toegevoegd. Zo kunnen andere modules dus gebruik maken van coffee. Dat was mijn presentatie. Zijn er vragen? Zeg maar. De vraag is of je ook kunt zoeken in content. Het antwoord op daar is nee, want je kunt geen wildcards gebruiken. Het is zo dat er wordt gebruik gemaakt van jQuery UI autocomplete voor de zoekresultaten. En die gaat zoeken binnen een opgebouwde cache. En die cache is per user. En die zoekt niet op wildcard. Nee, daar zijn we wel mee bezig om dat te ondersteunen. Want dat is inderdaad wel een gewenste feature. Ook bijvoorbeeld. Is dat iets voor de Drupal 8-versie? Ja, in principe wil ik nieuwe features wil ik toevoegen in 8 en dan backporten naar 7. Dus, ja. Bij 7 een soort van comment provider of zo. Ja, dus dan krijg je een type. Kun je als parameter meegeven. En op basis daarvan gaat hij de wildcard meegeven, ja of nee, als argument. Oké, verder nog? Ja. Over het zoeken naar inhoud. Je kan natuurlijk met een callback een pagina aanroepen die een zoekresultaat weergeeft. Ja, alleen nu zoekt hij. Sorry, de vraag was of je dan met een callback dat kunt bereiken. Op dit moment niet, want die callback die roept nu alleen een pagina aan. Dus je navigeert naar een pagina. En je kunt nu nog niet. Ja, je zou het zo kunnen maken, maar dan moet je dus alle mogelijke resultaten zou je in die commands moeten teruggeven. En nou ja, goed, in het geval van content is dat niet te doen. Verder nog vragen? Ja, als je zo'n akelige Nederlandstalige site komt. Ja. Hij ondersteunt meertaligheid en hij zoekt binnen het pad en binnen de titel van de pagina. Dus, en het pad is natuurlijk niet vertaald, dus dat zou prima kunnen. Nog meer vragen? Ja. Hij zoekt binnen. De vraag is, zijn er nog meer dingen waar je niet op kunt zoeken? Hij zoekt binnen de standaard, binnen de menus die jij aangegeven hebt, die hij mag indexeren. Standaard staat het administration menu aan voor geïndexeerd te zijn. Maar je kunt op die manier kun je ook je main menu of je eigen menu in de laten indexeren. Dus als jij voor je gebruikers een bepaalde set aan links hebt die vaak bezoekt, zou je die ook kunnen indexeren daarvoor. Dus. Oké. Verder nog? Ja? Kijk. De vraag is of je het commando van cache clear ook zou kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld switch user. Ja, dat zou kunnen. Op het moment dat je alle mogelijke opties dan exposed.
Dus als jij 10 users hebt, dan zou het kunnen. Op het moment dat je 100.000 users hebt, zou ik het niet doen. Dan, dat nog. In de pocket. Nee, maar tenminste niet 1, 2, 3, maar ik vind het wel leuk om bezig te zijn met hoe kun je interface makkelijker maken voor beheerders, voor gebruikers, maar ook voor developers. Dus als er ideeën zijn, ik sta er zeker voor open om daar mee te helpen. Nou, verder, mocht je ideeën, features, bugs of mee willen helpen, ga naar de drupal.org pagina. /project/coffee. Er staat zelfs een heus logo, dat heeft iemand uit in Oostenrijk ontworpen. Dan hoor ik graag jullie feedback. Dat was hem. Ja.